Trainer René Haken, de laatste weken wordt het weer in Nederland steeds beter. Zo ook jullie voetbal. Ja, als dat een verband heeft met elkaar, dan is het mooi. Ja, morgen de laatste officiële thuiswedstrijd van dit seizoen. Je hoopt natuurlijk op dat toetje, dat is bijna zo goed als binnen. Een punt is nog nodig, maar daar lijkt mij niet dat jullie daar morgen voor gaan. Nee, zeker niet. En zeker niet in thuiswedstrijden. Maar goed, uiteindelijk gaat het niet om dat je direct kijkt naar punten. Uiteindelijk, punten is gevolg van goed spelen. Nou, de laatste weken zitten we daarin duidelijk in de lift. Los van het feit dat we vorige week wel een behoorlijke wedstrijd spelen. Maar wedstrijden daarvoor ook nog wel in wedstrijden te wisselvallig waren. Maar goed, uiteindelijk moeten we weer een vervolg geven op vorige week. En daar gaat het om. Ja, dan speel je tegen Helmond Sport. Jullie verloren daar uit in de heenwedstrijd met 3-0. Zijn er nog revanche gevoelens in de groep? Ja, volgens mij hebben we dit soort vragen al eerder gehad van met tegenstanders waar je voor de winter tegen gespeeld hebt. Maar volgens mij is dat helemaal niet in orde, want wij zijn nu 3 of 4 maanden verder. Ik weet niet eens wanneer Helmond Sport uit was. Dus daar heeft ook helemaal geen zin om daarnaar te kijken. Het gaat om nu. En wij moeten gewoon in deze wedstrijd zorgen dat we weer beter spelen als tegen Dordrecht. Ja, het is een ploeg die graag op de counter speelt, die veel snelheid voorin heeft en er snel kan uitkomen. Hoe gaan jullie dat bestrijden? Nou ja, daarnaast hebben ze ook nog behoorlijk veel fysieke kracht voorin, veel kopkracht. Dus we moeten ook zorgen dat we ze dus ver van onze goal houden. Dus dat is belangrijk. En uiteindelijk, wij moeten zorgen dat hun niet in de situatie kunnen komen dat zij de counter goed kunnen spelen. Dus dat betekent bij balverlies dat we gewoon heel goed moeten staan om direct weer druk op de bal te kunnen krijgen en daardoor niet achteruit hoeven. Ja, dan stiekem toch nog eventjes naar die play-offs kijken. Jullie kunnen die eerste ronde nog overslaan. Wat heb jij liever, gewoon gelijk doorvoetballen na de laatste wedstrijd tegen Telstar of wil jij graag in de tweede ronde pas instromen? Ja, wat je wilt, dat is misschien helemaal niet relevant. Uiteindelijk gaat het om dat je elke wedstrijd goed wilt spelen en een goed resultaat wilt halen. En als we dat doen, en dan ben je altijd nog afhankelijk van ploegen boven je, of die wel of niet winnen. Dus ja, er zijn zoveel dingen die daar nog een rol in spelen. En je kunt zeggen, je moet nog 6 wedstrijden spelen. Als je de eerste ronde overslaat, hoef je er maar 4 te spelen. Nou, dat zijn allemaal dingen die anders zijn. Maar weet je, uiteindelijk gaat het om morgen. En morgen moeten we gewoon thuis hier een goede wedstrijd spelen. En mocht dan zijn dat we een plek hoger eindigen, dan slaan we de eerste ronde over. En mocht dat niet zo zijn, dan moet je direct in de eerste ronde aan de bak. Dus in alle scenario's moet je rekening mee houden.